Maar deze week moet het gebeuren. De informateurs noemen het de finale week. Er moeten knopen worden doorgehakt. Even van de politieke stemming, kijk even mee. Voor zover jij dat belangrijk vindt, Jos. Ik denk het wel in het land te peilen. Dit is de peiling van Maurice de Hond. De cijfers zijn vergeleken met zijn laatste peiling. Die is 2 weken geleden. Nou, je ziet ongeveer wat er speelt en hoe het in elkaar zit. Mevrouw Broekers-Knol, ja, als u dit zo ziet, wordt u hier zenuwachtig van de VVD op 19e, de PVV op 46 of... Ja, ik bedoel, van die peiling word ik niet zenuwachtig. Nee. De stemming in het land? Van de stemming in het land, ja. Ja, nou, de stemming in het land, wat mij betreft, waar ik zenuwachtig van word, denk bij mezelf, jongens, wie dan ook, kom met een regering. Moet het sneller? Nou ja, het duurt wel eindeloos lang. Dat vind ik heel erg lastig, moet ik eerlijk zeggen. Waarom? Omdat er gebeurt heel veel in de wereld en er gebeurt ook heel veel in ons land. Er is echt veel wat moet gebeuren. En dan moet er gewoon een regering zijn die gewoon knopen kan doorhakken en die beslissingen kan nemen. Want er zijn een heleboel onderwerpen die nu, zeg maar, een beetje plat liggen. Ja, want het is controversieel verklaard. We kunnen niet verder, enzovoort, enzovoort. En we willen een nieuwe regering niet voor de voeten lopen. Precies. Dan denk ik van, ja, we hebben dus gewoon een regering nodig. Van deze 4 partijen ook? Die nu praten? Wat mij betreft zeg ik van ja, maar daar zitten natuurlijk wat haken en ogen aan. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat Dylan Jezelgus enorm de best doet om te zorgen dat we iets kunnen bereiken. Er zijn ook een heleboel mensen die zeggen van ja, VVD, ik wil niet dat de VVD onder andere met de PVV in een kabinet gaat. Maar tegelijkertijd denk ik ook, ja, dat is dan ingewikkeld. Ik zeg niet dat ik daar per se voor ben. Maar je kunt ook niet ontkennen dat een heleboel mensen in Nederland op dus de partij gestemd hebben. Ja, nou ja. Maar zorg wel dat je je recht staat in orde houdt. Zorg dat je geen afbreuk doet aan de idealen die je zelf hebt. Als dat moet gebeuren, dan moet je het niet doen. Gijs, Tuinman, je zit erbij, je bent buitenstaander, je kijkt ernaar nu al 6 maanden. Maar inmiddels ben je toch wel behoorlijk ervaren in de politiek. Want 6 maanden kan een hele lange tijd zijn. Hoe kijk je ernaar, naar die formatie? 15 mei ligt het rapport daar. En dan? Gaan jullie tekenen, denk je? Ja, ze zijn nu keihard aan het onderhandelen, dus daar ga ik niks van zeggen. Okay. Maar 15 mei ligt er een rapport. En als het heel plat... wat denk je? Precies. Ik ben er volledig van overtuigd dat gaat lukken, ja. Ja? Ja, maar ik denk dat het goed is. Ik denk ook dat het iets is wat praktisch is. We kijken naar oplossingen. We hebben de grote thema's, die hebben we echt wel klem. Maar ik denk ook wel dat niet alles over de top heen hoeft georganiseerd te worden. Dat we die samenleving een schop om een hol geven. En uiteindelijk eigen verantwoordelijkheid daarin innemen. Dus ik heb er gewoon heel veel zin in. En als het dat niet is, dan heb ik nog veel meer zin om in de Tweede Kamer gewoon constructief aan de slag te gaan. Ga je dan niet, mevrouw Broekers-Knol, die heeft hier in Noord-Holland, in de provincie, als informateur, ja, een college in elkaar getimmerd met, wat is het, PvdA GroenLinks? PvdA GroenLinks, BBB en VVD. Want PvdA en GroenLinks in Noord-Holland zijn 2 aparte partijen. Ja. Ergo, dat zou nog kunnen, ook op landelijk niveau, hè? VVD, PvdA GroenLinks. Nou, ik zeg wel GroenLinks, en heel nadrukkelijk, PvdA en GroenLinks in Noord-Holland zijn 2 aparte partijen. Oké, ik snap hem. Gijs, we gaan het zien.